Het reddingskader van de KNRM in Nederland is weer aan de gang. En dat doen ze dit jaar weer bij Huis Terduin in Noordwijk. Drie reddingsboten zijn op zee verzameld en varen geregeld de linie op neer. En de Search and Rescue helikopter, die grote gele helikopter, die is ook naar Noordwijk gekomen. Het jaarlijkse reddersgala van de KNRM in Noordwijk is weer aangebroken. Thomas Steenvoorde, de schipper van de Paul Johannes Noordwijkse redboot. Wat gaat er allemaal gebeuren? Nou, wat gaat er allemaal gebeuren? We hebben een heel mooi middagprogramma net bijna achter de rug. En zijn we met drie reddingboten en gasten van het reddersgala zijn we een stukje gaan varen. En de mensen mogen zelf ook zwemmen. En dan kunnen ze ervaren wat het is om in deze zee te liggen. Alhoewel natuurlijk eigenlijk geen zee is, want ja, het is nu een zee als een pen. Dus het lijkt nu wel de kaag op dit moment. Maar het is toch leuk om dat te ervaren. En jullie hadden ook nog een helikopter geregeld die ook nog eventjes voorbij kwam. Ja, die helikopter proberen we eigenlijk wel elk jaar te krijgen, want het is al de 12e keer. En vaak lukt dat niet, omdat hij dan druk en bezig is. Maar dit jaar gelukkig wel. En ja, dan konden een aantal redders van ons, een aantal bemanningsleden, konden gehoist worden, zoals het heet. Gehezen worden van het ene scheepje naar het andere scheepje. En dat is ook leuk om te zien voor de mensen. Het reddersgala is dus bedoeld om een vreselijke hoop geld op te gaan halen. Hoeveel hebben jullie vorig jaar opgehaald? Nou, vorig jaar zaten we zo rond de 540.000 euro. En ja, dat wordt natuurlijk het meest opgebracht door de mensen die een tafel kopen. En ja, daarnaast hebben we een veiling met een aantal veilingstukken waar de mensen op kunnen bieden. Ja, en volgens mij geven de mensen ook nog zomaar wat geld aan ons. Dus ja, dat is wel heel positief. En dat allemaal om de KNRM varend te houden. Ik ben. En dit zijn de mooie plaatjes, moet je kijken.